Had ik me gefeliciteerd. Want ja, jullie hebben er 11 nieuwe taalcoaches bij. Klopt. 11 nieuwe, dus dat is een hele grote groep. Alle mensen die zijn ook weer gekoppeld aan iemand. Een taalcoach is dus eigenlijk iemand die getraind is 4 weken lang. Dan krijgen ze onderwerpen als spreken met anderstaligen, luisteren, lezen, schrijven, maar ook met mensen die geboren en getogen zijn in Nederland. Dus NT1'ers noemen we dat. Mensen zoals jij en ik, maar die de school niet hebben afgemaakt door bepaalde omstandigheden. En anderstaligen, dus mensen uit Syrië, uit Rusland, uit Polen, uit Letland. Die mensen die begeleiden wij allemaal, tenminste mijn coaches. Ik match die mensen met elkaar, de coaches met de deelnemers. Oké, maar zij gaan coachen, maar hoe gaan zij ze dan begeleiden? Hoe moet ik dat zien? Zij gaan als ze gekoppeld zijn, komen ze eerst bij mij nog een keer. Dan vertel ik het hele verhaal van wat ze kunnen gaan doen met diegene. Dus dan leg ik de leerroute uit. Ik laat ze allerlei materialen zien hoe alles werkt. Hebben ze ook al tijdens de cursus natuurlijk gezien. En dan mogen ze zelf contact opnemen met diegene die ze gaan begeleiden. En dan spreken ze af hier in de bibliotheek. En daarboven hebben we een mooie ruimte, daar kunnen ze zitten. Er zijn 2 computers gereserveerd voor Taalpunt. En dan gaan ze met die mensen aan het werk en dan loopt het eigenlijk vanzelf. En dat kan voor enkele maanden zijn. Soms zijn ze na een paar weken hebben ze de doelstelling al bereikt. Sommige mensen zijn 1,5 jaar bezig, maar we kijken wel elke keer samen van, is iemand nog leerbaar en kunnen jullie samen nog iets voor elkaar betekenen, zeg maar. Maar nu wil ik taalcoach worden. Waar meld ik mij dan aan? Dan, als jij dan een computer hebt of een laptop, dan schrijf je naar taalpunt@bibliotheekhardenberg.nl. Daar liggen ook op de zuilen in Hardenberg liggen briefjes daarvan. Hier in de bibliotheek in Dedemsvaart ook. Daar kun je je aanmelden via de mail. Dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Nodig ik je uit voor een intake. Zet ik al je gegevens in mijn computer. En dan zet ik je op de lijst voor de eerstvolgende training. En ik geef meestal 2 keer in het jaar een training. Dat is in het voorjaar en in het najaar. En als jij in het voorjaar komt. Kijk, er komen nu straks ook vrijwilligers. Die willen taalcoach worden. Alleen die zijn net te laat, want de training is geweest. Maar dan zet ik ze al wel aan het werk. Dus ik koppel ze wel aan iemand. Maar dan mogen ze in het najaar de training meedoen. Maar dan ga ik ze wel heel expliciet uitleggen hoe alles werkt en waar je aan moet denken. En dat is vaak heel leuk tijdens een training. Want als je dingen hoort, denk je van, oh ja, dat doe ik zo met Ahmed. Of, oh, met Fatima doe ik het zo. Of met Piet doe ik het zo. Hey, ik herken dat. Dus dat is wel heel leuk als je al iemand hebt. Dus ik zou zeggen, meld je allemaal bij Taalpunt. Kan in de bibliotheek. Ze kennen me allemaal. Dus dan zullen ze je doorverwijzen. We kunnen genoeg mensen gebruiken. En altijd welkom.